bijvoorbeeld het volume waar dit filmpje over gaat, ja, biedt echt wel een meerwaarde natuurlijk op je totale analyse. Dat is makkelijk en dat is belangrijk. Hey, welkom bij de Operation. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over order flow. En dan heb ik het over order flow analyses, volume analyses, bestaand uit meerdere onderdelen. En dit is wel geschikt voor mensen die prijsactie al begrijpen. Je hoort de laatste tijd steeds meer het woordje order flow vallen en zo. Ja, maar dat soort dingen vinden de mensen interessant. Maar dat soort dingen vallen pas op zijn plaats als je prijsactie wel begrijpt. Als je niet begrijpt wat prijsactie is, dan begrijp je dit puzzelstukje ook niet. Want het volume en de order flow aan zich komt tot stand. Het is een extra prijsactie. Het is een extra laagje wat je eroverheen legt. Ja. En dus niet waar je mee begint. Je gaat er niet mee beginnen leren traden. En we zien heel vaak dat mensen op zoek zijn naar een afsnijroute, een shortcut. Die grijpen snel naar een indicator. Ja. Maar je moet je wel heel goed beseffen dat je kan wel denken, ah ja, Dit moet ik dus begrijpen. Nee, deze indicator vertelt mij precies hetzelfde. Ja, het gaat dus lekker snel. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar als je dus grijpt naar die indicator, moet je wel goed beseffen dat je de controle uit handen geeft. Ja. Want de eerste 3-4 trades kan die indicator wel heel nice werken. En dan denk je zo, dit is nice. Op een gegeven moment ga je dus blind vertrouwen op die indicator. En dan ben je niet meer de bestuurder, maar ben je de passagier. En dat is echt een dat wordt gevaarlijk dan. En dat is, er zullen heus wel indicatoren zijn. En er zijn indicatoren die echt wel redelijk goed werken. Maar een indicator blind gaan vertrouwen is gewoon niet de way to go. Omdat hij niet altijd. Nee, maar wat jij zei, dat was het correcte zinnetje. Je bent niet meer de bestuurder, maar de passagier. Nee. Dus jij vaart mee op, in dit geval, een indicator. En zo is het. Als het op een gegeven moment dus ook misgaat, dan weet jij niet waardoor het komt. Nee. En omdat jij niet weet waardoor het komt, kan jij het niet aanpassen. Jij hebt geen controle. En dat is het. Want ik ken ook wel mensen die wel graag een indicator toepassen. En wel graag een indicator daarbij gebruiken. Maar die gebruiken hem terwijl ze wel weten hoe prijsactie onderliggend werkt. Ja. En dat is het verschil. Ja. Indicatoren gebruiken, wij zeggen altijd, ja, beter leren gewoon lekker naked te traden. Maar als je dan een indicator gebruikt, moet je hem wel gebruiken en begrijpen waarom die indicator jou iets zegt. Ja, weet je wat het is? Heel vaak, en dat zijn meestal de fancy indicatoren. Weet je, dus die tekenen wat op het scherm en dan denken mensen, wow, dit is echt wel, ziet er wel super nice uit. Je moet niet vergeten, een indicator is een dom stukje code. Een indicator kan niet denken. Nee. Wij mensen kunnen onze hersenen gebruiken. Wij kunnen informatie tot ons nemen en daar kunnen we iets mee doen. Dit is gewoon computertaal, computercode. En die kan dat niet. Nee, die zegt waar code wel heel goed in is, is analyseren wat er gebeurt en laten zien waar wat gebeurt, weet je? Ja. Maar ze kunnen het niet vertalen. En dat kan een mens heel goed. Hij kan natuurlijk heel mooi zeggen, want je kan het gewoon letterlijk automatiseren op die manier. Als dit gebeurt, zet ik hier een lijntje. Ja. Als dit gebeurt, zet ik hier een boxje. Ja. Als dit gebeurt, dan dat, doe ik dit. Dat kan een indicator heel goed. Maar hij kan niet zeggen, oké, als dit gebeurt, zet ik hier dan een boxje. Wat? Want dit en dit gebeurt. Nee, dat kan hij niet. Dat ziet hij niet. De onderliggende constructies, de onderliggende prijsactie, die moet hij begrijpen. Maar hij doet, dit gebeurt nu, zet ik hier een lijntje. Dit gebeurt nu, zet ik hier een streepje, weet je? Maar dat is precies de reden dat wij het zo gevaarlijk vinden. Je mag het gebruiken, maar pas als je het eerste stapje snapt. Ja. En daarom, mensen denken echt dat wij echt anti zijn. Ik zeg, je hebt überhaupt niet super hard nodig. Je hebt überhaupt niet nodig. Nee, ik kan zonder indicatoren treden, zonder problemen. Als je soms even snel wil doen, dan pak je er een paar bij en dan zie je hoe het erbij staat. Bijvoorbeeld het volume waar dit filmpje over gaat, ja, biedt echt wel een meerwaarde natuurlijk op je totale analyse. Dat is makkelijk en dat is belangrijk. Maar het is niet het begin. Ik ga niet zeggen, oké, ik zet vandaag even mijn volume open, mijn profiles, mijn orderboeken en mijn heatmaps en ik zie wel even. Wij hebben het dan zelf vaak over het volume profile. Ja. En als we het hebben over volume, we horen ook heel vaak de mensen zeggen, Bitcoin gaat niks doen, want het volume is laag. Ja. Ja, maar volume is er ineens. Ja, dat komt. Als je ineens een candle omhoog, is er ineens volume. En dan zeggen ze, nu is er volume. Ja, maar je had van tevoren niet kunnen zeggen wanneer het kwam. Nee.
Jij weet dat niet. Nee. En het volume profile, die geeft jou gewoon letterlijk aan. En daar komen we dadelijk in deze video ook nog even op terug. Die geeft jou gewoon letterlijk aan waar veel getraind wordt. In welke gebieden. Waar veel volume is. Waar het dik is. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Nou, ik denk dat we even naar de chart kunnen gaan. Yes, yes. Nou, als je begint naar de chart, dan gaan we natuurlijk altijd... Ik ga het niet helemaal herhalen, maar kijk eerst naar de prijsactie. En je hoeft geen expert te zijn, maar je moet bepaalde dingen kunnen begrijpen al. Leveltjes, swings, high swings, lows, lower lows, lower highs, gains, rejections. Dat soort dingen, echt basis. Weet je, als je een beetje erin verdiept in binnen een weekje, moet je de basisbegrippen begrijpen. Je hoeft ze niet te masteren, maar je moet ze begrijpen. Wat ik daarna vaak doe, is, ook als ik thuis ben, als ik zelf aan het traden ben, pak ik een vorm van orderanalyse erbij. En orderanalyse is wel is breed omvattend. En dat is ook de reden dat we deze video opdelen in meerdere stukken. Ja, het gaat inderdaad om orderanalyse. Ja. Waar liggen de orders? Waar liggen de zwaartepunten? En daar hebben we dus verschillende dingen voor die we daarvoor kunnen gebruiken. In deze video gaan we voornamelijk even hebben over het volume, het volume profile. Een stukje footprints gaan we nog eventjes erbij halen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, wat we ook al eerder hebben laten zien, de heatmaps. Hebben we ook al vaker gebruikt. Orderboeken, wow, de DOMS. Dat ziet er interessant uit, zeg, zo'n heatmap. Maar het vertelt je wel iets. En dat zijn de dingetjes die allemaal hiermee te maken hebben. En in deze video gaan we voornamelijk even kijken naar het volume en het volume profile. Ja, gewoon even terug naar de basis. Gewoon normale volume. Als ik normale volume erbij pak. Mensen begrijpen heel vaak al niet wat dit betekent. Nee. Het candletje erboven, dat is de prijsactie. Maar de prijsactie bevat meer dan alleen prijs. Er zit ook een volumelaag onder. En dat is letterlijk wat hier zichtbaar is. Zit er dus bijvoorbeeld veel volume in? Zat er weinig volume in? Is er veel interesse? Vinden er veel transacties of weinig transacties plaats? Dat is die extra laag die er overheen komt al. En dat is hetgene wat volume echt vertelt. Op een basischart zie je eigenlijk altijd het volume er zo onder staan. En dat is dus de vertaling van volume naar candle. Dus het barretje wat onder het candletje staat, hoort bij de corresponderende candle die erboven staat. En daarmee zie je gewoon, oké, als er hoog volume is, dan is er waarschijnlijk een doorbraak geweest. Een bepaalde prijsactie en die reageert daarop. Met onderstaand volume kan je hoogstens wat globale trends inzichtelijk maken. En dat is het. Hè. Wij ook weer persoonlijk iets natuurlijk. Als jij er fijn op treedt en het werkt voor jou, top, lekker doen. Ja. Maar als we het hebben over divergentie bijvoorbeeld. Een stijgende koers, maar een dalend volume. Dan gaan mensen op treden. Ja. Wij doen dat niet. Ja. Wij doen dat niet. Nee, en waarom precies op dat puntje waarmee je eerder al mee aankwam. Volume komt na... Kijk. En de prijsactie. Dat is inderdaad ook wel een beetje wat je hier terug ziet. Hier zouden mensen zeggen, het volume neemt alleen maar af, er is niks in Bitcoin, het is saai op dit moment. En pff, er is ineens volume. Ja. Je kan dat niet voorspellen wanneer dat er is of hoe dat er komt. Het volume is er ineens. Ja. Nou ja, maar hier zie je het ook. Kijk, hij begint hier te dalen en je bent hier echt best wel diep al. En het volume komt erin. Als je al level verliest. Ja. Dus je bent te laat. Je vist achter het net. En helemaal als je er dan nog een keer een divergentie overheen gooit met een, weet ik veel, een RSI of zo. Weet je, ik noem maar wat. Dan zit je er altijd achter. Je komt altijd achteraan. Ja. En dat is gewoon zonde. Dus dit, ik zet het er soms bij. Maar dan kijk ik gewoon, is er volume? Zijn de mensen überhaupt geïnteresseerd om deze pairing te traden? Daarvoor gebruik ik deze balk aan volume. Weet je, dit geeft niet heel veel, super veel meerwaarde. Maar het volume is wel degelijk heel erg belangrijk voor onderliggende orders. Waar ligt de dikte in het orderboek? En dat kan je zien met het volumeprofiel. Ja. Nou, dan halen we die even weg, anders wordt het een beetje onoverzichtelijk. Het volumeprofiel... Ja, voor de mensen, want soms gaan wij snel, hè, omdat wij dingen automatisch doen. Voor de mensen die denken, wat deed Chris nou net? Chris heeft net de range gewoon wat breder getrokken. Ja. Normaal krijg je veel minder van die volume candles aan de zijkant. En Chris heeft hem net eventjes iets vergroot, dat het een iets duidelijker beeld geeft. Dan wordt hij gewoon net iets preciezer of zo. Het volumeprofiel doet niets anders dan het volume, maar hij zet het niet... bij een candle. Hij matcht het niet aan een candle. Nee, hij matcht het aan een bepaalde prijs. Juist.
Dus hij zegt niet meer, oké, op dit tijdstip was er zoveel volume. Nee, op $15.000 was er zoveel volume. En daarmee ga je eigenlijk al horizontaal traden. En horizontaal traden is wel heel erg belangrijk. Want daarmee kan je zien, waar we in het begin al mee kwamen, prijsactie heeft alles te maken met horizontaal traden. Het gainen, het rejecten, levels, swings. Alles maar is horizontaal. Je moet horizontaal traden. Want als je horizontaal treedt, dan kan jij je eigen voorbereiden op een trade. Ja. Als jij verticaal aan het traden bent, dan ben je dus met de prijs mee in de FOMO ben je aan het traden. Ja. Dat moet je niet doen. Nee, en dat is een heel belangrijk onderscheid. We hebben heel veel filmpjes over volumeprofiel en we gebruiken het ook in systemen. Dit is echt zo'n indicator. Die maakt het makkelijker. Gewoon even snel scannen dat ding eroverheen. Oké, komt het overeen met wat ik heb heb getekend al, ingechart heb? Ja, oké, hup, next. Ja. Het is nog steeds geen indicator dat ik zeg, oké, hij zegt dit, ik doe dat. Weet je, dat moet je gewoon niet doen. Je kan dit gebruiken als extra confirmatie om te kijken of op jouw analyse, op jouw levels die jij gemaakt hebt, op jouw chart die jij getekend hebt, ligt daar dikte, ligt daar volume. Ja. En dat kan je hier aan aflezen. Ja, wat ik net al zei, dat is wel heel belangrijk. Die candles, die bar die je aan de onderkant neerzet, die volume candles, die geven echt aan, pap, er is volume. En ga je dan verticaal traden inderdaad, ga je dan instappen op zo'n candle, dan ben je bezig in de FOMO. Ja. En je moet zorgen dat je plan vooraf klaar is. En dat kan alleen maar op basis van horizontaal traden. Dat is ook zo. We hebben heel veel filmpjes, wat ik al zei. Ook hoe je hem op een dag kan gebruiken. Gebruik je hem net op een andere manier. Ik heb hem nu heel globaal, even visible range, heb ik hem teruggeplaatst naar de vorige boeren. Dat was dus de eerste keer dat we de 20k hebben aangetikt. En wat we hier dan gaan doen. De koers, we weten dat de koers achter is gekomen, want we zitten verder. Weet je, dit is 2017. Dat wist ik op dat moment nog niet. Nee. Maar ik zie wel dat er volume is. Mm-hmm. Op bepaalde prijspunten getraind. Nou, die kan je dan gewoon even omcirkelen. Even gewoon wat interessante gebieden in tekenen. Dan leg je er wat leveltjes overheen. Zo, hier. Hier. En hier. En als ik dan naar links ga, naar rechts, dan zie je gewoon. Kijk, het is geen abracadabra. Nee, maar dat er interactie is. En kan je daar dan al blind op treden? Natuurlijk niet. Maar het geeft wel al een richting. Oh, hier is interesse, daar is interesse, daar is interesse. Dan moet ik even op gaan letten. Ja. Daar ga ik mijn prijsactie in de gaten houden. Maar kan je misschien wat tradetjes? Heel mooi hierdoor, nou je hem een stukje opgeschoven hebt, wat dit laat zien en wat dit doet. Nou ja, dit was gewoon de onderkant van de range. Hebben we uiteindelijk gebroken. Dit is daarna de top van de nieuwe range gevormd. Dit was een frontrun, hebben we eigenlijk nooit gehit. Misschien als je de top had gespeeld, had je daar de bodem net uit kunnen halen. Maar je ziet eigenlijk, hoe lang je hem ook doortrekt, dat er altijd wel een bepaalde interactie blijft zitten. Pak ik een latere range weer erbij, ja, dan ontstaan er nieuwe interessante gebieden. En die kan ik nu weer bijvoorbeeld in gaan tekenen. Zet ik hem hierop en dan ga ik hier even arceren. Oké, nou dit zou voor de toekomst heus een interessant prijspunt wezen. Ja. Nu weten wij dat al uit ons hoofd, want wij weten technische analyse, er ligt daar een belangrijk level. En nu laten we zien in deze video wat dit laat zien. Ja. Maar je gaat natuurlijk vooraf eerst je eigen analyse maken. En dan ga je conformeren met een volumeprofiel. Nee, maar en je gaat niet je levels halen uit een volumeprofiel. Nee, maar en daarmee geven we juist wel mee, omdat je dit al begrijpt, weet je wat het je probeert te vertellen. En juist als jij bijvoorbeeld zelf al je leveltjes hebt neergezet, ja, of zelf al je analyse hebt gemaakt en je gooit dit eroverheen en je krijgt een confirmatie, dan weet je gewoon, oké, spot on, dit is het. Een stukje meer dit is zekerheid. Het. Ja, dit is het. Zekerheid heb je nooit in het traden, maar dit is wat je doet als trader. Je zorgt dat je iets zekerder bent van je zaak. Je begint zo, 50-50. Ja. Daarna ga je proberen die balans te veranderen. Oké, nu ben ik dus iets zekerder van mijn trade. En als je geen confirmaties hebt, ben je analyse slecht, dan gaat het andere kant op. Dan ben je aan het gokken. Kijk, zekerheden in het traden bestaan niet. Weet je, er zijn geen garanties. Zelfs met 10 confirmaties, ik kan nooit een 100% garantie krijgen, maar je krijgt wel die paar procent meer. En dat is wat je op de lange termijn dat nodig is wat hebt. Een trader doet. Niet meer en niet minder. Die je hebt gewoon het voordeel nodig. Die zorgt inderdaad dat het iets meer in zijn voordeel is. En als je dat voor elkaar krijgt en je wint dus meer dan dat je verliest, ja, dan maak je winst. Zo werkt het gewoon. Kleine side note voor de mensen, want we krijgen die vraag geheid weer onder de video's. Na 3 jaar en 1000 video's bijna weten we ongeveer wel wat we kunnen verwachten.
Forum Profile. Waarom kan ik die niet gebruiken? Het Forum Profile zit in de basis in de betaalde versie van TradingView. Ja. Een timmerman heeft goed gereedschap nodig. Wil je serieus gaan traden, hoef je echt niet het duurste abonnement te nemen. Het instapniveau abonnement heeft al een volumeprofiel. Dus die zit in de betaalde versie van TradingView. Ja, er zijn tegenwoordig ook wel dingen waar het gratis is. Maar er zijn alternatieven waar het gratis is. Maar het probleem is dan ga je weer switchen van TradingView naar die. En dan weer naar die voor je Forum Profile. Voor die paar dollar. Het is gewoon makkelijk om het in één programma te doen. Ja, doe daar niet zo moeilijk over. Als je echt serieus wilt traden, heb je dat gewoon nodig. Klaar, je hebt gewoon goede tools nodig. Absoluut. Dan hebben we nog een laatste puntje wat echt on-chart volume is. En dat is tegenwoordig heel hip. En ik zie gewoon heel veel, want ik krijg daar ook PM'tje. Weet je wel, wij krijgen veel vragen. En meestal baseren we daarop onze filmpjes die we maken. Ik krijg de laatste tijd heel vaak filmpjes over food chart prints. Nou, je ziet er nu eentje in je beeld. Daar begonnen we eigenlijk ook al mee. Als een indicator er flitsend uitziet. En het ziet er een beetje ingewikkeld uit. Raken mensen altijd al heel erg geïnteresseerd. En dat is met footprint precies hetzelfde. Des te ingewikkelder en moeilijker het eruit ziet. Des te meer mensen geloven dat dat het gouden ei is. Ja, maar wel met een kanttekening. Footprint charts zijn wel echt handig. Alleen het probleem is, je moet ze ook echt begrijpen. Ja. En het probleem is, wij weten gewoon dat heel veel mensen het niet begrijpen. Ja. In een footprint chart kan je gewoon letterlijk zien wat er in de onderliggende candle gebeurt. Dus jij ziet de vraag, je ziet de aanbod en je ziet de grote market orders. Die worden direct in kaart gebracht. Dit wordt heel veel gebruikt bij optie, bij future traden. En je kan hier direct zien on-chart dat de grote orders invloeien. Het probleem is dus gewoon, er zijn niet heel veel aanbieders die kwalitatieve goede footprint charts aanbieden. Dat moet je dus waarschijnlijk direct bij een exchange vandaan halen. Ik denk ook persoonlijk dat dit een... Voor de gemiddelde kijker is dit eigenlijk al een stapje te ver. Als je met de onderliggende basis de regeltjes al niet winstgevend kan traden, dan moet je niet al dat stapje verder gaan. Want dat is wat veel mensen fout doen. Hè? Ze kunnen met de basis tools al niet heel lekker uit de voeten. Dan gaan ze het dus nog moeilijker maken en denken dat het dan beter gaat. Maar als jij iets een basisprincipe al niet begrijpt, en je denkt dan, nou weet je wat, dan ga ik dit proberen. Wat gewoon nog 2-3 stappen hoger is. Ja. Dan ga je niet beter worden. Je schuift worden. Het probleem op. En het probleem wordt groter. Ja, het wordt groter. Ja. Dus ja, ik zou daar een klein beetje voorzichtig mee zijn. Dit was pas het, wat we in dit filmpje nu hebben gedaan. Dit was pas het eerste stukje van volume analyse, order flow analyse. Ja. Volgende keer gaan we kijken naar orderboeken, heatmaps en DOMS kunnen we dan nog wel meenemen. De week daarna kunnen we dan even kijken naar volume delta's en cumulatieve delta's. En dat wordt ook alweer, je ziet snel dat het dan ingewikkeld wordt. Ja. Dit is complex, dit is veelomvattend. Heb je alles nodig? Absoluut niet. Kies gewoon wat bij jou past. Maar begin bij de basis. Ja, en je haalde al een paar keer DOMS aan. En ik voelde die ook alweer aankomen. Want mensen zeggen, wat zijn DOMS? Dat zijn diepteboeken. Gewoon. Ja, het is gewoon visuele weergave van een diepte of een orderboek. Ja. Goed, ik denk dat dit een leuke miniserie is. Want het is belangrijk. Ja, nee, maar het is te veel. Het is misschien nu al een beetje... Maar als je dit allemaal in één aflevering doet... Ja, dan raken de mensen juist de kluts kwijt. Ja, en dit is heel erg belangrijk. En dit moet je voor jezelf gaan begrijpen. Ja. En we zeggen niet voor niets altijd... Begrijp hoe prijsactie werkt. Prijsactie is king. Het belangrijkste wat er is in traden. Ik kan er een heel lang verhaal van maken, maar prijsactie is de basis die je moet gaan begrijpen. En begrijp je prijsactie niet, ga je lopen klooien met een indicator zonder dat je de prijsactie snapt. Dan blijf je altijd klooien. Ja. Goed, vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso even op dit kanaal. Druk op de duim, dat rankt de video weer wat hoger voor ons in YouTube. En druk je op het belletje, dan krijg je een notificatie als we weer een nieuwe video plaatsen of een nieuwe livestream starten. Onderaan de video komen uiteindelijk alle links terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je ons leerprogramma, ons Discord kanaal, de supportlinks, alles staat op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer. Later.